Hallo, ik ben Martijn Hulsebos van Rederij de Nederlanden te Amsterdam. En ik vind dit een verdomd mooie machine. Lou? Ja? Waar zijn we hier? We zijn hier in de machinekamer van de Christian Brunings. Een gewezen ijsbreker van Rijkswaterstaat die tevens dienst deed als het varende kantoor in de zomer van de inspecteur van Rijkswaterstaat. Waarmee hij alle bouwwerken controleerde en in de gaten hield en de nieuwbouwprojecten begeleidde. In de winter was hij ijsbreker op de Zuid-Nederlandse rivier. En daar heeft hij dienst gedaan tot 65, 66. En toen is hij alleen nog een beetje gebruikt als kantoor. Daarna is hij opgelicht in Helvoetsluis. En het museum heeft hem, als ik het goed heb uit mijn hoofd, in 19... Wat was het ook alweer? Ja, top. Dat ben ik even vergeten. Wat staat er voor machine hier? De machine, dat is een tweecilinder compound. Gemaakt door de firma Mursing in licentie, waar ook de hele boot gebouwd is. Een tweecilinder compound houdt in dat het een machine is. Twee cilinders, een hoge druk, dat is deze. En een lage druk, dat is die cilinder. En die heeft aan beide zijden, daar heeft hij vulling. Dus sommige mensen zeggen ook wel, je kan hem vergelijken met een viercilinder motor. Wat gaat er nu gebeuren? We zijn nu bezig met de voorbereidende handelingen voor het opstoken van de ketel. Dat doen we met één vuur. We hebben een ketel met twee vuren. Als je één vuur gebruikt, dan krijg je een geavanceerde verwarming rondom de hele ketel, zodat je alles rustig op het gemakje verwarmt. Het opstoken van de ketel tot het bedrijf vaar gereed. Zijn we twee dagen daarmee bezig. Voordat we alles op druk hebben en de hele installatie verwarmd hebben. Ga je gang, Chris. Het vuur brandt nu, de schoorsteen staat nu vol open. En is het nu wachten tot het een mooie grote vuurbal is. Dan gaan we langzaam gaan met de achteren schuiven. Zodat de hele vuurgang gevuld wordt met brandende kolen. En de warmte gaan afgeven aan de ketel. Zodat het water warm wordt. Nou, het luikje boven het vuur gedeeltelijk dicht gedaan, zodat hij gedwongen wordt om de lucht van onderen het vuur in te zuigen, zodat je een betere verbranding van de kolen krijgt. En dan wordt sneller de hele vuurgang vol het vuur komt te staan, zodat de onderkant heel oranje gaat gloeien. Thank you.
Hoe, wat doen ze nou? Nou ja, dat is het verschil tussen een kolengestookte boot en een oliegestookte boot. Een oliegestookte boot, als je dagtank bijna leeg is, dan pomp je wat olie naar je dagtank en je kan weer verder gaan met varen. Ja, zoals hier, wij noemen het ook wel tuinieren. Dan gaan we met een harkie gaan we de bunker in. En dan harken we de kolen achter, hè, zodat we weer verder kunnen gaan met varen. Ja, sommige dingen hebben een nadeel. Allee, je hoofd is terug, hoor. Kijk, dat is nou mijn brandstof, de spotpomp. De wijzer is los van de pen. Dan gaan we de tweede vuur gaan we bij doen. En dat doen we lekker makkelijk. Doen we het al over te zetten. Thank you.
Goedemorgen, afvaardig Christian Brunings, 14.8. En we gaan de Amerika-haven in. En bestemming Azië-haven.